Wat trof u dan aan als u daar kwam? Ja, dat was het overal aan rommel natuurlijk verzameld. We hebben daar winkels schoongemaakt. Nou, dat was, ja. Ja. En speciale dingen? Dus als het schoon was, daar je persoonlijke dingen van mensen tegenkwam? Ja, zeker weten. Ja. Wat gebeurde daarmee? Nou, wij hebben bijvoorbeeld een huis, dat heb ik nooit vergeten, een huis schoongemaakt. En vroeger had die zak met lorren. En die dachten we even weg te gooien. Toen kwam er zo'n man en die zegt, oh, dat is het enige wat ik nog heb van mijn vrouw. Hij zegt, mijn kinderen zijn weg, mijn kleinkinderen, alles is weg. Hij zegt, dus dat, mag ik dit bewaren? Nou ja, dan denk je, wat is nou een zak met lorren? Ja, en dat heb ik nooit vergeten. Dat heb ik zo erg gevonden. Ja. Tegenwoordig heb je geen lorren meer. Nee. Nee. Nee.